Welkom in mijn keuken. Mijn passie is koken en dat heeft een overeenkomst met onze boswinkel. Alle ingrediënten heb je nodig om tot een goed recept te komen. Dat geldt voor koken, maar dat geldt ook voor de realisatie van een project. De bereidingswijze, dat is heel belangrijk, ook bij bewonersparticipatie. Je moet weten hoe de bewoners in elkaar zitten, je moet ze aanvoelen. Dat betekent dus dat je moet begeven onder de bewoners. Als je gewoon kijkt naar een vergelijkbaar project wat we hebben in Enschede, in het Wijkbank. Daarbij nemen we gewoon elke week zitting in de wijk. We zijn zichtbaar in de wijk. Mensen kunnen gewoon vrij binnenlopen. In het Wijkbank hebben wij een knip- en plaksessie gedaan met alle bewoners. We hadden daar maquettes, digitale maquettes geprint. Waarbij mensen gewoon zelf hun gevel in konden schuiven. Zodat ze precies konden zien hoe hun woning er eventueel dan uit zou komen te zien. Nou, en uiteindelijk, net als bij het eten van een gerecht, op het moment dat je het eenmaal geproefd hebt, dan word je enthousiast. En dat was hier ook het geval. Er komt meer bij kijken bij dit proces dan alleen maar stenen stapelen. Uiteindelijk moet het een totaalproject worden, goed neerzetten in de wijk, waarbij de sociale aspecten aan de orde komen. Bewonersparticipatie komt aan de orde, ook de technische aspecten komen aan de orde. Nou, binnen Nijhuis hebben wij een team waarbij wij ook gebruik maken van onze co-makers. Iedereen heeft zijn eigen discipline, waarbij alles bij elkaar maken wij gewoon woonmensen waar. Duurzaam bouwen is eigenlijk tot nu toe vaak nog wel een beetje een niche. Dit is wel een uniek project dat iemand privé zegt van oké, ik wil gewoon zo'n woning gaan bouwen en ik wil dat het duurzaam is en ik heb hart voor deze omgeving natuurlijk waar we hier staan. Dat is gewoon een fantastisch mooie omgeving. Als je dan dat huis ziet wat helemaal energie-neutraal gebouwd is, dat is gewoon fantastisch. Het is hartstikke mooi dat ons dit gegund is om het te maken. Hè. We hebben ook een voorbeeld, we hebben ook heel veel dingen uit kunnen werken, over na kunnen denken van hoe ga je dat precies, die materialen toepassen. Ja, we zouden natuurlijk gewoon veel liever in het groot toepassen zoiets. We hopen dat we in Boswinkel echt de kans krijgen. We hebben verschillende plannen. Zijn we er al mee bezig geweest. We hebben eigenlijk al verschillende plannen op de plank liggen waar we dat uitgewerkt hebben. Alleen helaas hebben we dat nog niet kunnen realiseren. Goed, daar gaan we nu gewoon voor. Met een aantal collega's zijn we al bezig kijken in Boswinkel. En het heeft voor ons ook echt heel veel linken met plan bijvang. Eigenlijk een soortgelijke wijk waar we afgelopen jaren eigenlijk aan de slag zijn geweest. Om daar een plan te ontwikkelen samen met de bewoners en ons team. En natuurlijk de opdrachtgever. Eigenlijk moet je daar gewoon even gaan kijken. We hebben net de sloop achter de rug en we zijn nu bezig met bouwrijp maken. En eind dit jaar hopen we daar aan de slag te gaan. En ook daar worden zonnepanelen toegepast. Dus een stukje duurzaamheid zit erin, maar we gaan liever nog veel verder. Ik hou met veel plezier kooikarpers. Wat ik daar met name leuk in vind is te zorgen dat ze in een optimale omgeving leven. Dat ik daar goed voor zorg, dat er schoon water is, dat er gezonde biotoop voor ze is en dat ze hard groeien. Eigenlijk willen wij dat als Nijhuis ook voor onze huurders kopers. We willen graag hun woonwensen vervullen, een optimaal product leveren. En op het moment dat wij zeggen van uw woning is af, dat de zeer tevreden klant is, dat die oplevering voor hem een feestje is en dat hij daarna zonder problemen daar kan gaan wonen in een woning die functioneert en in alle facetten voldoet. Wat ik zo mooi vind aan ons concept is dat wij als een soort estafette het stokje aan elkaar overgeven. Maar we kijken ook in de verschillende fases met elkaar mee. Karin heeft contact met de huurders en de kopers. Luc werkt het technisch verder uit. Nou, en dat gaat gewoon heel prettig. En dat betekent eigenlijk dat die klant steeds van ons krijgt wat hij wil en dat ook inzichtelijk heeft. En wij dat in het uitvoeringsproces geen last vinden, maar een gemak. Ja, dat is uniek. Dat maakt het concept uniek.